Maar is onze nieuwe koning eigenlijk wel geschikt voor een munt? Wij gingen langs bij twee experts. Mijn naam is Radboud Wanders. Ik ben t-shirt cartoonist. Mijn naam is Jeroen Buschers, karikatuur sneltekenaar. It's a little bit absurd and really it's not funny. The reason that the world goes round is all to do with money. Moet ik even zijn haren kammen? Hier zo. Nou, oog is belangrijk. En kraaienpoot. Het wangetje. Nou, dat was hem dan. Eens even zien. Ja, zo zie ik hem. Maar wat valt nou het meeste aan hem op? Hij heeft sowieso een vierkante kop. Zijn kinnetje. Een klein neusje. Kapsel. Een appelwangetje. De verwachting is dat het ontwerp volgende maand wordt gepresenteerd. Maar het duurt nog wel even voordat de munt gemaakt is. Waarschijnlijk komt de euro met Willem-Alexander volgend jaar in omloop. En of hij dan op een van deze ontwerpen zal lijken? Dat is afwachten.